Welkom. Vandaag iets heel anders. We gaan een casus bekijken van een open ductus. Ductus Botali of ductus arteriosus. Die is open. Het zijn even de paar punten waar je op moet letten. Deze situatie van het hart, wat we zo even gaan bekijken, is de situatie 1 maand na de geboorte. En daar is iets raars te zien, namelijk die open ductus. Kijk even mee naar het hart. Ja, je ziet hier de rechterkamer, rechterboezem, rechterkamer, linkerkamer, linkerboezem. En vanuit die linkerkamer loopt de aorta, vanuit die rechterkamer loopt de longslagader. En je ziet dat de verbinding tussen longslagader en de aorta hier, dat die nog open is. En dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Wat kan er dus gebeuren, en dat is voor de geboorte natuurlijk heel fijn, dat het bloed vanuit die rechterkamer, die kan direct door die ductus die aorta instromen, omdat de longen nog niet volgezogen zijn met lucht, dus een hoge weerstand, en dus dat bloed gaat niet die longslagaders helemaal in, maar gaat, nou ja, dit deel door die longslagader en pakt dan de snelle weg naar de aorta. En dat hindert ook niet, dat maakt niet uit. Dat is juist heel goed, want het bloed wat hier binnenkomt, is normaal gesproken voor de geboorte, is die al zuurstofrijk. Na de geboorte hebben we een heel andere situatie natuurlijk. Want die baby die neemt zijn eerste teug lucht, die longen zuigen zich vol, en als het goed is, wordt daarmee die ductus afgekneld. In deze situatie is dat echter niet gebeurd. Dus een opdracht voor jou. Om eens uit te pluizen. Wat moet je gaan doen? Wat zouden de symptomen zijn van een kind, een baby van 1 maand na de geboorte, die zo'n hart heeft? Wat zouden de uiterlijke fysieke symptomen zijn van dat kind, waaraan we kunnen constateren dat er is iets mis? Wat is de bloeddruk? Hè? In deze tekening, je kan printscreen maken. Ga eens proberen weer te geven of je hoge, lage bloeddruk, of je dat kan weergeven na de geboorte. Dan kan je misschien ook in je hoofd bepalen van wat gaat het autonome zenuwstelsel nou ook weer doen. Ja, en daarmee is het goed om je te realiseren wat doet dat autonome zenuwstelsel, waar is het goed voor en wat kon het regelen. En wie weet kan je dan verzinnen wat voor chirurgische toepassingen en oplossingen kunnen wij verzinnen. En hoe komen we daar? Hè? Hoe komen we bij dat hart? Wat is nou een goede oplossing hiervoor? Kijk, dat die ductus dicht moet, dat lijkt me zonde klaar. Maar hoe gaan we dat oplossen? Dus nogmaals, hè, het hart, ga er eens in tekenen. Maak een printscreen. Zorg dat je deze criteria, dat je die vragen, dat je die met behulp van het hart kan laten zien, inzichtelijk kan maken. Dan volgt later een tweede filmpje waarin je dus de oplossing krijgt te horen. Heel veel succes!